Ja, hier bij Carte Blanche volgen wij de social media op de voet. En kwam tot mijn attentie dat een kijker een boon heeft voor mij. En ik word gekoppeld aan die kijker. Ik denk dat het een kijkster is op twoppel.be. En de maker van twoppel.be, die hebben we er even bij gehaald ter uwer gemak. En dat is Pieter Wijfels. Pieter, van harte welkom. Twoppel.be, wat is het idee of het opzet eigenlijk? We zaten op café en op Twitter worden regelmatig koppeltjes gevormd. En wij dachten van, en wij is Tajoen, op Twitter heet hij Tweezus, van zou het niet leuk zijn om een website te maken, een twoppel. En op de website kun je dan twee mensen van Twitter ingeven. En daarna kunnen de mensen erop stemmen of ze vinden dat een koppel kan zijn of niet. Er zit ook wel heel veel brol tussen, hè, zoals bijvoorbeeld u en dan YOLO Girl. Ja, ik kan ervan uit dat niet echt is. Maar als je zo ziet van, ja, sommigen zouden inderdaad wel kunnen. En dan wordt er dus een ranking opgesteld. Hier dan een top 15 van de top twoppels. Twoppel is dan eigenlijk met de knipoog, de sardonische knipoog bedoeld, maar je bereikt toch dan wel veel kliks of? Ja, ik heb hier de bezoekersaantallen bij. We hebben nu sinds begin, dus we zijn ongeveer een goede maand online nu, hebben 36.000 pagina-views gehad. Er zijn al 23.673 stemmen uitgebracht. Wat is zo het ludiekste twoppelkoppel dat je al hebt gehad? Het ludiekste? Misschien mezelf. Ik sta nu op nummer 2 bij mijn eigen rechterhand, dus dat is misschien wel... Ja, oké. Okay. Maar je probeert dus wel echt zoveel mogelijk mensen online te bereiken. Ja. En je probeert dan toch ook voor vernieuwende dingen te gaan in Vlaanderen, of niet? Eerder voor dingen waar mensen eens mee kunnen lachen, maar die niet direct sterven. Dat die een beetje online nog wat fuss creëren, dat hij niet zo van, ah, grappig, en weg. Ja. Dat dat toch een beetje een bepaald publiek aantrekt, dat blijft terugkomen. Is dat effectief gebeurd? Twee twitteraars die... Ja, er zijn echte twoppels op twoppel.be. Oh my god. Twoppel kan eigenlijk fungeren als datingsite? Ja. Ja. Okay. En als ludieke datingsite. Oké, Pieter Wijfels, iemand die creatief omspringt met de digitale media in zijn vrije tijd en daar dan constructieve dingen uit krijgt. Pieter, vriendelijk bedankt voor uw bezoek aan onze studio. Als mensen nu willen volgen, waar kunnen ze dat dan doen? Kunnen ze doen op Twitter. Mijn Twitternaam is apenstaartje Pieter Wijfels. En dat is W-lange-I-F-E-L-S.